Elk jaar op 17 november wordt extra aandacht gevraagd voor de problemen rond een vroeg geboorte en de wereld van neonatologie tijdens Wereldprematurendag. De NICU van het AZP vierde deze dag op bijzondere wijze. De eerste neonatale intensive care van de kinderafdeling in Suriname startte in 2006 met 6 bedden voor opvang vanaf 32 zwangerschapsweken met invasieve en non-invasieve beademing. Over de jaren is de NICU uitgebreid naar wat het nu is, afgestemd op de nationale behoefte naar 27 zwangerschapsweken, grotere opnamecapaciteit en intensieve zorg. Het ministerie van Economische Zaken heeft de basis- en strategische goederenlijst voor de periode van 18 november tot 1 december vrijgegeven. Zo mag in deze periode een kilogram uien niet hoger dan 42 SRD worden verkocht. Ook is de prijs van een kilo aardappel vastgesteld op 34 SRD en 10 cent. De basis- en strategische goederenlijst is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie roept burgers op om bij constatering van prijsopdrijving die door te geven aan het departement. De tweede pitchronde van deelnemende bedrijven aan het SEARCH-project dat door het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd, is van start gegaan. SEARCH wordt door de Wereldbank gefinancierd met technische assistentie van Solidaridad. Er hebben 18 bedrijven deelgenomen aan de tweede pitchronde om een korte presentatie te geven van hun bedrijf, waarbij ze door de evaluatiecommissie beoordeeld zullen worden om in aanmerking te komen voor de matching grant.